Zonder juf Pries zal hun een moeilijker jaar gehad hebben. Wanneer er iets moeilijker gaat, wanneer... ik krijg het er zelf moeilijk van. Het is lief. En wat heb je nog gezegd? Het is mooi. Grappig, had je ook gezegd. Ja. Oh ja, Thies, die kijkt enorm op naar juf Pries. Dus juf Pries van hier en juf Pries van daar. Dus ja, juf Pries is zeker meer dan gewoon een collega. Hij is een hele goede vriendin. Ik ben juf Pries van de derde kleuterklas in de Lettertuin. Ik ben een vrolijke juf, een enthousiaste juf. Ik doe dat super graag, ik zou niks anders willen doen. Wat is dat eigenlijk, een aansteek? Ja, maar dus, ik denk dat dat vooral een enthousiast iemand is in een team. Een aansteker. Willen vernieuwen in je klas. Dingen willen uitproberen. En er gewoon ook zijn voor je kindjes, collega's, ouders. Dank je wel. Ik vind dat Pris heel dicht bij haar leerlingen staat. Maar zij verliest ook het leren niet uit het oog. En Thies zijn naam. Ik vind dat dat wel een keertje mag. Stoppen dat wij kleuterjuffen enkel spelen met de kinderen. Dat is een zeer groot misverstand. Wij spelen in de kleuterklas, dat is waar, maar wij leren uit dat spelen. Ja, juffenwerk passen wij aan. Aan bijvoorbeeld wiskunde, taal, WO. Zeg een keer walvis. Ja. Juf Pries is ook enorm bezig met taal. Kaatje, je bedoelt bedje, niet vetje. Kaatje Klank, bijscholing LOD, waar ze echt over taaldenken spreken. En je merkt dat hij daar zo mee bezig is in de klas. Mooi, wat heb jij meegebracht? Ik voel dat als leerkracht van het eerste leerjaar. Merk ik echt wel verschillen. Als daar gewerkt is rond taal, rond die rekenbegrippen, rond woordenschat. Sowieso in een klas is er heel veel diversiteit en zij kan daar ook goed mee om. Vic Lucatier, Simon. En dat is echt, juf Pries heeft alles gezien. En heb je die al gedaan, het zonnetje? Ik ben inderdaad constant bezig, zeker tijdens hoekenwerk. Maar ik kijk wel heel veel rond. En ik denk, als je dat blijft doen, dan ga je de kindjes die er eventjes niet graag bij zijn, dan ga je ze er dan wel uithalen. Dat ze het wel moeilijk heeft. Dan komt ze echt bij de kinderen zitten en ze spreekt hun echt persoonlijk aan. Hè. Ze kijkt naar elk kind individueel en ik denk dat zij dat ook wel voelen. Makar kwam vertellen, juf, ik hoor de zee. En dan ben ik daar wel op ingegaan. Kan je ze horen? Zo. Zijn welbevinden groeit daarvan, zijn betrokkenheid groeit. En de taal komt ook aan bod. Zo'n moment te nemen en die vasthouden en daar met je kindjes aan werken. Dat vind ik heel belangrijk als juf. Ik vind het zo'n belangrijk signaal dat de leerkracht van het jaar een kleuterleerkracht is. Ze zetten echt zo'n belangrijke stappen in de schoolloopbaan van een kind. Allemaal kleurtjes door elkaar. Een dubbele dikke duim voor ons juf Pries. Maar eigenlijk verdienen ze het allemaal, die kleuterleerkracht. Juf Pries is iemand die zegt van, we doen het samen, we proberen het, we helpen elkaar. Het is echt een aansteker voor het team waar we altijd bij terecht kunnen. De kleuterjuffen, ja, wij babbelen heel veel. Wij komen allemaal heel goed overeen. En wij babbelen ook veel over onze lessen en dat steekt elkaar inderdaad wel aan. Hè. Ik kan geen aansteker zijn als ik niet mezelf kan zijn. En in dit team kan ik dat voor de volle 100%. Dus ik vind eigenlijk dat heel mijn team een aansteker is. En ik wil hun daar echt heel hard voor bedanken. Pries, jij bent voor mij de leerkracht van het jaar, omdat jij iemand bent waar iedereen in ons team op kan bouwen, kan vertrouwen, mee kan lachen. Iedereen is altijd welkom bij u. Jij kunt mensen doen, openbloeien, doen, zichzelf zijn, het vuur aanwakkeren in iedereen. Pries, voor mij ben jij echt de leraar van het jaar. Ik zie u graag.